gehoord dat het thema van deze week, en ik wil daar vanmorgen ook mee aftrappen, is waardevol leven. Nou, als ik al de getuigenissen van deze morgen heb gehoord, dan denk ik, wauw. Wat heeft God al waardevolle dingen gedaan in waardevolle levens? En dat is iets geweldigs. En misschien is het even goed om tegen elkaar te zeggen, jij bent waardevol. Zeg het even tegen elkaar, jij bent waardevol. En ik zeg het tegen jullie, jullie zijn waardevol. Oké. En dan gaan we nog een keer zeggen, jij bent waardevol voor mij. Jij bent waardevol, jullie zijn waardevol voor mij. Want ik geloof, we moeten met elkaar beseffen, wat hebben we elkaar en ook in deze tijd hard nodig. En het is God die ons samenbrengt. Een God die geeft ons waarde, die laat ons zien dat we waardevol zijn. En die wil ervoor zorgen dat ons leven ook waardevol wordt voor tot eer en glorie van zijn grote naam. En ik geloof als gemeente van Jezus Christus, hè, Johan die zei het zo mooi, wij zijn geen kerkgebouw, we hebben geen gebouw, ja we hebben een gebouw, maar we zijn een gemeente. En in die gemeente zijn we van waarde en mogen we van waarde zijn voor elkaar. En heel veel van jullie zijn al van waarde geweest voor mij en voor mijn gezin. En dat is zo mooi, dat je van elkaar van betekenis mag zijn. Want we gaan door allerlei seizoenen heen. En Johan die deelde daar vanmorgen in de voorbid stond iets heel, heel moois. Als je daar voortaan bij wil zijn, dat is geweldig. Worden vaak ook mooie dingen voor de dienst dan gedeeld. En Johan had ook over de seizoenen. En we gaan ook als gemeente en in je eigen leven, je gaat door seizoenen heen. En als je door moeilijke seizoenen heen gaat, want het is niet altijd zomer, het is niet altijd de zon schijnt in je leven. Je gaat soms door moeilijke seizoenen heen, maar juist dan heb je God, maar ook elkaar nodig. Dat we elkaar mogen bemoedigen, dat we voor elkaar mogen bidden en dat we elkaar mogen zegenen in de naam van de Heer Jezus Christus. En daarom zijn we met elkaar gemeente. En je ziet wat een gemeente doet, hè? Als ik dan zag, hè, dat filmpje en wat de jeugden met elkaar, die ze stonden hier en waar ze van mochten getuigen, dat ze een week hadden of een week, een weekend hadden, dat ze met elkaar mochten optrekken, dat ze samen mochten leren, samen mochten verdiepen, samen ongelooflijk veel plezier mochten hebben met elkaar en dat God aan het werk was in hun midden. Dat vond ik zo gaaf. En deze week, lieve mensen, mogen we iedere week, mogen we iedere dag, mogen we samen gaan komen van 7 tot 8 uur. En ik geloof God wil dat we met elkaar ons gaan verdiepen in zijn woord. Dat we met elkaar verdieping gaan zoeken in wat hij nog meer wil gaan doen. He, want zie het, hij heeft al een paar keer gezegd, ik geloof we staan voor een doorbraak. God wil een doorbraak gaan geven in ons leven. Hij wil ons gaan vernieuwen en hij wil nieuwe dingen gaan doen. En misschien is het lang, is het winter geweest in ons leven. En misschien zitten we nog in die wintertijd. Maar weet je, in die wintertijd, en Johan die zei het vanmorgen ook heel mooi, gebeurde er ondergronds, gebeurt er ontzettend veel. En ik liep van de week, ik liep door de tuin heen en ik keek naar de hortensia's, die hadden we allemaal meegenomen met onze oude tuin en hiervoor in de tuin gezet. En dan komen weer kleine knopjes aan. En ik zie de hosta's, de hele kleine knoppen komen weer boven de grond. Maar voordat die boven de grond zijn gekomen, is er in die grond al heel veel gebeurd wat ik niet heb gezien. En als je in een winterseizoen zit in je leven en je denkt het is misschien dor en het is misschien kaal, maar dan is God in jou aan het werk. Dan wil God nieuwe dingen in jou gaan bewerkstelligen. Soms dwars door moeilijkheden heen, dwars door problemen heen. Misschien dat je beslissingen moet gaan nemen, maar God is aan het werk, want het wordt weer lente. En het is heerlijk dat we deze lente mogen beginnen om met elkaar deze week, iedere avond, samen te komen in de naam van de Heer Jezus Christus. We hebben een week van bidden en vasten. En eigenlijk willen we deze week willen we gewoon zeggen, Heer, we willen ons gaan toewijden aan U. En je moet niks, hè? Je moet niks. Mensen denken, ja, in een kerk moet je van alles. Nee, je moet niks. Maar we mogen komen. Ja. De jeugd die hoefde niet naar het jeugdweekend, maar ze kwamen wel met 40 man. Waarom? Ze hadden verwachting. Dit wordt gaaf, dit wordt mooi. En ze kwamen met verwachting en we zagen aan de getuigenissen, God heeft niet teleurgesteld. Hij heeft gewerkt. Wauw. Eén ding, lieve jonge mensen, ik vind het fantastisch dat jullie op jeugdweekend zijn geweest. En ik vond het fantastisch om jullie getuigenissen te horen. Maar toen hoorde ik ook iemand zeggen, ja,
Als we dan met elkaar zijn, dan durven we. Maar in de gemeente vinden we dat nog een beetje spannend. Hé, jongens, als jullie een woord hebben, kom alsjeblieft naar voren. En deel het. Al is de helft van God en de helft van jezelf, geef hem maar de helft van God hoor. Prima. Jullie mogen leren hier. Dit is een plek waar je mag leren, want we zijn niet volmaakt. We zijn allemaal niet volmaakt. Maar juist omdat we allemaal onvolmaakt zijn, wil God door ons heen werken met zijn volmaaktheid. En durf uit te stappen in geloof. Want ook jullie jonge mensen, jullie zijn de toekomst, maar jullie zijn ook de gemeente van nu. En we houden van jullie. En we zijn dankbaar voor wat jullie willen betekenen. Dus als je een woord, een beeld of iets van God ontvangt, ga gewoon naar een van de oudsten. En ik geloof jullie zullen de ruimte gaan krijgen om te delen, om te groeien. Want we willen als gemeente groeien. Want ouderen willen ook van de jongeren weer leren. En jullie mogen weer van de ouderen gaan leren. En zo zijn we met elkaar. Gods veelkleurige wijsheid. Wauw. En daarom is iedereen waardevol in de naam van de Heer Jezus Christus. Heerlijk. Waardevol leven. Wat is dat eigenlijk? Nou, dat is een prachtig leven zou je kunnen zeggen. Maar ik denk een werkelijk waardevol leven is een leven dat je van betekenis mag zijn. Dat jouw leven betekenisvol is. Het is leuk hè, als je succes hebt. Maar succes is vaak maar voor even. Maar als je van betekenis bent voor anderen, voor je gezin, voor je man, voor je vrouw, voor de gemeente van de Heer Jezus Christus, om zijn koninkrijk te bouwen. Als je van betekenis bent, dat is het belangrijkste wat er is. Dat is niet even een succesmoment en dan zak je weer weg. Nee, als je blijvend van betekenis mag zijn voor elkaar en voor het koninkrijk van God, dan leid je een waardevol leven. En dat is een schitterend leven. Wat is voor ons van waarde? Je huis, je auto, je geld, misschien je aandelen op de bank, je carrière. Allemaal hele misschien belangrijke en waardevolle zaken. Maar als je ziek wordt, en dan? Wat is werkelijk waardevol? Ik geloof werkelijk is waardevol in de eerste plaats als je de Heer Jezus Christus kent als verlosser, als heiland, als redder, als zaligmaker. Dat is van waarde. Dat je hem leert kennen. En dan zei laatst iemand tegen mij van, oh, dus om een christen te worden moet ik naar de kerk gaan. Ik zei, nee. Als je naar de McDonald's gaat, die gaat daar 10 keer per week heen, word je nog geen hamburger. Nou, ik zie hier geen hamburger zitten, dus het valt nog erg mee. Naar de kerk gaan maak je geen christen. Een christen word je door je leven aan Jezus te geven. Door hem te willen leren kennen. En als je Jezus hebt leren kennen, dan wil je naar een plek om Jezus te ontmoeten. En ik geloof dan is de gemeente de beste plek om Jezus te leren kennen en om hem te ontmoeten. Want als je van lekker eten houdt, dan wil je af en toe naar een restaurant om heel lekker te eten. En als je van God houdt, dan wil je naar de gemeente en dan wil je iedere dag van de week gaan komen. Omdat je zegt, Heer, ik wil nu tijd aan u gaan geven. U bent waardevol voor mij. En die waarde die wil ik erkennen. Naar u toe te komen. Want Heer, ik wil meer en meer van u gaan leren. Dat is van echte waarde. Weten dat je gered bent voor eeuwig. Weten dat je naam staat opgeschreven in het boek des levens. Weten dat als het leven hier op aarde ophoudt, door welke reden dan ook, dat ik eeuwig zal leven bij onze Heer Jezus Christus. Halleluja. En dat is onze toekomst. Dus ons leven is waardevol, nu en later ook. Als we hier niet meer op aarde zijn, het blijft waardevol. Want dan zullen we voor eeuwig voor de troon van God. Zullen we hem loven, zullen we hem prijzen, zullen we jubelen en juichen. Halleluja, daar mogen we nu al mee beginnen. Wat een feest. Om een waardevol leven te leiden, heb je 3 dingen nodig. En daar wil ik iets over gaan zeggen. Dus toewijding, moed en karakter. En iemand die dat had, dat was Maria. En ik wil met u gaan naar Matteüs hoofdstuk 26... de versen 6 tot en met 13. Matteüs hoofdstuk 26. De versen 6 tot en met 13. En het gaat over de zalving van Jezus door Maria in Betanië. En dit schriftgedeelte staat eigenlijk,
dit verhaal moet ik eigenlijk zeggen, staat in alle evangeliën vermeld. En alle discipelen, alle evangelieschrijvers, die belichten het eigenlijk vanuit hun eigen kant, vanuit hun eigen perspectief. En ik heb gekozen om Matteüs 26 te nemen en af en toe zeg ik er wat bij, wat ook vanuit andere evangeliën vermeld wordt. Ik hoop dat u een Bijbel bij u heeft, is goed hè? Woord van God om te onderstrepen, te lezen, mee te lezen, op je in te laten werken. Gods woord is waardevol. Matteüs 26 vanaf vers 6 en daar staat er, toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw. En die vrouw, dat was Maria, was de zus van Martha en Lazarus. Lazarus, die Jezus uit de dood had opgewekt. Dus kwam er een vrouw, die Maria, die kwam naar hem toe, naar Jezus toe. Die een albasten fles, nou dat was geen kleine fles, maar een hele grote fles. Je zou zeggen een groot verpakking, voorraadfles. Met zeer kostbare zalf had. En dat was nardusolie. Hele dure olie. En zij goot die uit op zijn hoofd, terwijl hij aanlag. Marcus zegt ook nog erbij, zalfde de voeten, of Johannes zegt erbij, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af en het huis werd vervuld met de geur van die zalf. Wauw. Toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden, waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus die dit merkte, zei tegen hen, waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Tot zover de schriftgedeelte uit van deze morgen. Ik geloof deze Maria had al een goed deel uitgekozen. Waarom kon zij dat kostbare, eigenlijk alles wat zij had, want die nardusolie die kostte nogal wat, daar had ze heel veel van. Er staat, hè, dat kostte een dagloon, 1 denari kostte dat. En het kostte 300 denari, dus nou ja, zeg maar een heel jaarsalaris. Op dat moment goot Maria een jaarsalaris, toen ze die albasten kruik brak, goot ze een jaarsalaris over Jezus heen. Eigenlijk gaf ze gewoon alles wat ze had. Als je het hebt over toewijding, ze gaf gewoon alles wat ze had. Ze had daarvoor een kudde van 300 schapen kunnen kopen, want een schaap kostte in die tijd 1 denari. Ze had het misschien als bruidsschat kunnen hebben, van nou, als ze ooit nog eens verder zou gaan, een leuke man zou ontmoeten, dan zou ze dat als bruidsschat kunnen hebben. Ze had er van alles mee kunnen doen. Maar ze gaf het aan Jezus. Nou, als je dat doet, dan moet je Jezus werkelijk goed kennen. Maar ze kende Jezus goed. Ze had aan de voeten bij Jezus gezeten. Ja, tot ergernis van Martha. Want Martha die was alleen maar druk en die was aan het zorgen. En die was met van alles was die bezig. En op een gegeven moment dan ergert Martha zich er zelfs aan. En die zegt, nou Heer Jezus, ziet u niet, laat Maria ook eens even meehelpen. Die zit alleen maar aan uw voeten. Maar Maria koos voor het beste deel. Gewoon te luisteren naar de woorden van Jezus. En ze dronk de woorden van Jezus in. Ik geloof, hier zit al direct een geweldige les in voor ons. We kunnen heel druk zijn met allerlei dingen. We kunnen druk zijn met ons hemelse schatten te vergaren. We kunnen ontzettend zelf druk zijn in de gemeente. En we kunnen van alles willen doen. En dat is fantastisch. Blijf het ook vooral doen. Maar om werkelijk een kind van God te worden, zijn liefde tot je te nemen, begint het mij gewoon te zitten aan de voeten bij Jezus. En wat is dat moeilijk? Om gewoon stil te zijn en te luisteren naar zijn woorden. Ik las laatst een onderzoek dat een gemiddelde christen in Nederland, die besteedt nog geen
10 minuten per dag aan het lezen en aan het bidden tot God. Het onderzoek is gelukkig niet gedaan in deze gemeente, want dat had de peiling een stuk hoger geweest, dat weet ik wel. Maar goed, dit zijn algemene onderzoeken. En ik geloof dat is het belangrijk. Om gewoon stil te zitten aan de voeten van Jezus. Om rust te nemen in ons dagelijks leven, wat zo overvol is, wat 's morgens vaak al begint. En ja, we hebben allemaal een druk leven, maar soms kunnen we zo druk zijn, om altijd druk te zijn. En dat we het allerbelangrijkste vergeten. Om te zitten aan de voeten van Jezus. Om naar zijn woorden te luisteren, om zijn stem te verstaan. Om te investeren in hem, die voor mij het allerwaardevolste is, die voor mij het allerbelangrijkste is. Hoe hou je een huwelijk goed? Door te investeren in elkaar. Door tijd te nemen met elkaar. Door te luisteren naar elkaar. Door elkaars hart te delen. Door elkaar mooier te maken. Omdat je die waarde ziet van die ander. Jezus, hij wil ons mooier maken. Elke dag opnieuw. Hij wil ons meer van zijn liefde laten zien. Hij wil ons meer van zijn glorie betonen. Hij wil ons hart iedere dag opnieuw vullen met zijn kracht, met zijn vrede, met zijn rust. Hij wil ons adviezen geven. Hij wil ons met woord en daad, wilt hij ons bijstaan. Maar wat ik moet doen, gewoon gaan zitten aan de voeten van Jezus. Maria had het goede deel uitgekozen. Zij kon dit doen. Ze kon alles geven wat ze had. En die kostbare nardesmeren die kon ze geven aan Jezus. Omdat Jezus alles was die ze had. Ze had het begrepen. Zij had het begrepen dat Jezus haar alles was. En alles wilde zij geven. Hoeveel wil ik geven voor het koninkrijk van God? Hoeveel wil ik me inzetten voor de liefde, om de liefde van Jezus meer te leren kennen, met hem te lopen, met hem te wandelen. En dan komen we bij het eerste punt, dat is toewijding. Toewijding. Ik geloof toewijding, dat is inzicht. Toewijding is het zich geheel geven aan de belangen van een persoon of een zaak, zegt het woordenboek. Je geheel geven aan de belangen van een persoon of een zaak. Dat toewijding kan uitgaan inderdaad naar personen. Misschien mensen die in nood zitten, mensen die je wil helpen. Of naar zaken. Ja, we zijn allemaal druk, soms bezig met allerlei zaken. Maar ook toewijding. Heel veel mensen hebben heel veel toewijding naar zichzelf. Alles voor mij. Als ik het maar goed heb. Als ik ben belangrijk. Moet eens kijken als er een crisis komt. Nou, mensen die staan in de supermarkt elkaar te verdringen. Ze kunnen elkaar het licht in de ogen niet. Als hun het maar hebben. Als ik maar beter word. We leven in een ik-gerichte maatschappij. Je mag toewijding hebben aan je geliefden, aan je familieleden, aan je vrienden, aan je werk, aan je hobby's, aan je idealen. Toewijding is belangrijk om die te hebben voor de gemeente, voor de bouw van het koninkrijk van God. En Maria, ze had toewijding voor Jezus, want in de eerste plaats, ze had zich heel goed voorbereid. Want toen ze naar Jezus toe ging, naar dat huis van Simon de Melaatse, en ze wist dat ze een ontmoeting zou krijgen met Jezus, nam ze het allerbelangrijkste wat ze had mee. Ze nam die kruik met vreselijke dure olie, ze nam hem mee. Ze ging erop af. En de eerste stap was, ze ging naar Jezus toe om een ontmoeting met hem te hebben. En ik geloof dat het belangrijk is, iedere dag, dat we naar Jezus toe gaan. Wat is het kostbaarste wat we kunnen geven? Dat is onszelf. Dat is onszelf. En we moeten onszelf mogen geven in de lofprijs, in de aanbidding. Om hem te eren, om hem te loven, om hem te prijzen. En dan hoef je niet te schamen voor elkaar. Nee, maar ben jij bereid om werkelijk een offer te brengen? En het beste offer wat jij kan brengen, dat is jezelf volkomen geven aan Jezus. Om je zijn liefde die je voor hem hebt te betonen. Iedere dag tegen Jezus te zeggen, Heer, ik hou van u. Heer, ik heb u nodig. Heer, ik wil u loven en prijzen om wie u bent. Want ik heb u leren kennen. U bent goed en zeer te prijzen. U bent werkelijk te vertrouwen. U heeft mij gemaakt. U heeft mij geschapen. U heeft gewild dat ik er ben. En daarom mag ik van waarde zijn voor u. Van eeuwig blijvende waarde. Jij bent van eeuwig blijvende waarde. God heeft je gewild. God heeft je gewild.
Hij heeft gewild dat je er bent. En hij is toegewijd aan jou. Maar dat gaan we op Goede Vrijdag denken. Dat Jezus zijn leven heeft gegeven. Dat hij heeft geleden daar in de hof van Gethsemane. Dat hij gegezeld is. En dat door zijn striemen ons genezing is geworden. God is een God die redt, die bevrijdt en die geneest. Ook in deze tijd. Ja, maar we zien zo weinig. Ja, maar hoeveel ziet God van ons? En ik geloof, we moeten het soms, we kunnen altijd zeggen, ah, mijn Heer, waarom? Heer, waarom? Nee, laten we eerst bij onszelf, in ons eigen hart kijken. Ik moet in mijn eigen hart kijken, ik aard. Heer, hoeveel wijd ik mij toe aan u? Heer, ik kan van alles aan u vragen, maar hoeveel wil ik mij werkelijk toewijden? Heb ik er alles voor over in mijn leven om u te dienen, om datgene te doen, Heer, wat u van mij vraagt? Een toegewijd leven leiden. Oh, wat was Jezus toegewijd. Vader, laat de drinkbeker alsjeblieft voorbij gaan in de hof van Gethsemane. Maar Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat zei Jezus, de Zoon van de levende God. Niet mijn wil, zei Jezus, maar uw wil geschieden. Uw Vader in de hemel, u weet het. En dan ging Jezus. Hij nam het kruis op. Hij werd gekruisigd, er werden snagels door zijn armen en door zijn voeten geslagen. Het kruis werd rechtop gezet. En hij droeg de zonde van jou en van mij, van ons allemaal. Daar aan het kruis van Golgotha, daar hing hij, van God verlaten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dat moment moest gebeuren. En dat deed God uit liefde om ons te redden van de zonde. Beseft u dat werkelijk wel? Beseffen wij ten diepste wat God heeft gedaan, zijn Zoon gegeven voor u en voor mij. Een enorme toewijding van God om ons te redden. En u vraagt God aan ons, maar hoeveel wil jij je toewijden? Wil jij je werkelijk toewijden in je leven aan mij? Het Oude Testament, in nummer 6, daar lezen we al over het Nazareërschap. Dat was ook een toewijding aan God. En sommige personen in de Bijbel, die lezen we ook, die wilden een speciale toewijding aan God geven. Vaak als ze dan geboren werden, dan werden ze gegeven aan God. Heer, we zijn u dankbaar voor dit kind en we geven het aan u. En in de eerste plaats, als ze dan zo'n Nazareërschap hadden, dan in de eerste plaats, ze mochten geen alcohol gebruiken, geen alcohol nuttigen. Want dat zou ze in het leven kunnen gaan bedwelmen. En een bedwelmende werking zouden ze niet meer recht kunnen zien op God. Dus alles wat een bedwelmende werking heeft. En ik geloof, de wereld probeert ons te bedwelmen onder allerlei dingen van de wereld die mooier lijken. En we komen een bedwelmende werking op ons af. En daarvoor zijn we vaak afgeleid en zijn we niet meer toegewijd aan de principes en aan de dingen van God. Er komt zoveel op ons af en we denken soms, wat gebeurt er allemaal? En letterlijk, toen de discipelen de Heilige Geest ontvingen in het boek Handelingen, dan lezen we, oh, joh, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Ze zijn bedwelmd. Nou, we kunnen op één goede manier bedwelmd worden, en dat is door de Heilige Geest. Heer, ik wil bedwelmd worden door de Heilige Geest. Kom maar met uw Heilige Geest over mij. En het tweede punt van het Nazarenerschap, dat was, ze mochten hun haar niet knippen. Een teken van onderdanigheid. Een teken van Gods heerschappij over hun leven. God wil heerschappij voeren. Hij wil de autoriteit hebben over ons leven. God neemt niet de autoriteit. God wil het geven. Het is aan ons, wil ik mijn leven aan hem geven. En zeg ik, Heer, neemt u maar de autoriteit over mijn leven. En dat is geen autoritair leiderschap wat God geeft. Nee, dat is liefde. Autoriteit vanuit liefde. Vanuit een bepaalde kracht. Ja, we hebben in Nederland een hekel aan autoriteit. Mensen die boven ons staan. Maar wil je werkelijk dat God boven je staat? En zeg, Heer, ik erken u als Heer en als Heiland. Ik erken u dat u uw Zoon in deze wereld heeft gezonden om mij te redden, om mij te bevrijden, om mij het eeuwige leven te geven. En in de derde plaats, ze mochten geen doden aanraken. Ze mochten niet bezig zijn met dingen die hun innerlijk
konden verwoesten. Oftewel alle raakvlakken van de zonde. De Bijbel zegt, het loon wat de zonde geeft, is de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven. Dus we mochten geen doden aanraken. We moeten niet bezig zijn met dode werken. We moeten dingen bezig zijn, een waardevol leven is niet bezig zijn met dode werken die misschien alleen in je leven wat verrijking brengen. Maar een waardevol leven is bezig te zijn met de dingen van Gods leven. Met de dingen van het eeuwige leven. Dat is passie krijgen. Dat is enthousiasme krijgen voor de mensen die Jezus nog niet kennen. En ik geloof, eigenlijk zou de gemeente van de Heer Jezus Christus, de kerk moet er het meest zijn voor zijn niet-leden. Maar die kennen Jezus nog niet. En ik geloof, wij moeten op gaan staan. En we moeten toegewijd zijn aan de mensen om ons heen. We moeten een spiegelbeeld zijn van wat Jezus in ons leven heeft gedaan. Zoals deze mensen vanmorgen hier stonden te getuigen. Zo mogen wij getuigen in deze wereld. Ga dan uit en maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is toewijding. Toewijding. Wil ik me toewijden? Wil ik mijn getuigenis gaan geven? Wil ik gaan delen datgene wat God in mijn leven heeft gedaan? Wil ik waardevol zijn voor de mensen die in nood verkeren? Maria gaf alles. Volledige toewijding. Uit liefde voor haar Heer en voor haar meester. In de tweede plaats, ze had ook moed. Ze had moed om te geven wat ze had. Ik geloof, om een discipel te zijn van de Heer Jezus Christus, daar is ook moed voor nodig. Een waardevol leven moet je durven te leven, durven te leiden. Moed is uitstappen in geloof. Gaan doen is geloofsvertrouwen hebben. Oh, ze wist vast wel dat er heel veel commentaar zou gaan komen, hoor, op hetgeen wat ze zou doen. Moet je indenken, zeg je tegen je man of je vrouw, van nou, we hebben 50.000 euro op de bank staan. Ja, schat, goed. Gaan we er wat leuks verkopen? Nou, we gaan het geven aan de levensbron. Ik ga het nu overmaken. Hey, je hebt dus alles wat we hebben. Er is moed voor nodig om te geven. Er is moed voor nodig ook om jezelf te geven. En de discipelen, ze waren druk bezig. Ze waren misschien bezig aan het vergaderen. Ze hadden misschien al een werkgroepje, zoals mannen dat heel snel kunnen doen. Ze hadden allerlei werkgroepjes, waren ze al in gedachten aan het oprichten. Van jullie moeten voor de armen gaan zorgen, voor de weduwe gaan zorgen. En ik word hoofd van die werkgroep. En ik word hoofd van dat groepje. En ze voelden zichzelf al hele leiders. En ze vonden zichzelf geweldig. En ze waren met elkaar bezig. En toen in één keer deed Maria iets waarvan ze dachten, nou, dat is typische vrouw, knettergek. Die geeft alles. Die geeft gewoon die dure mirreolie, die nardusolie, die giet ze over Jezus uit. En natuurlijk Judas Iscariot, hè, die het verdeelde het geld heel graag onder zijn eigen armen. En die zei, hadden we het niet beter aan de armen kunnen geven? Vroomheid. Vroomheid. Wanneer we een moedig leven willen leven, met Jezus krijgen we ons leven te maken met allerlei lastige obstakels. Maar ik geloof, obstakels die in ons leven komen, als het soms winter in ons leven wordt, die kunnen we overwinnen door toewijding, door moed en door je karakter. Ik geloof Jozua, prachtig voorbeeld in de Bijbel. Jozua, hij werd de opvolger van Mozes. Nou, dat was niet niks. Mozes, de grote godsman, en Jozua, die moest hem gaan opvolgen. En ik denk dat Mozes, dat Jozua zich even achter zijn oren heeft gekrapt. En denkt, jongen, hoe moet ik dat gaan doen? Hoe moet ik dit volk, die Mozes soms dood hebben gewenst, die altijd boos werden, hoe moet ik ze in het beloofde land gaan brengen? En dan is de Heer Jezus, en is God, die is liefdevol. En die spreekt voordat Jozua zijn bediening begint. En die spreekt tot drie keer toe, Jozua 1, kan je het lezen. Wees sterk en wees moedig, Jozua. Wees sterk en moedig. Jozua. En tot drie keer toe, wees zeer sterk en moedig, Jozua. Nou, stel dat God dat tegen ons zou zeggen, of tegen mij zou zeggen. Nou, Aard, wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig, tot drie keer toe. Dan zou ik denken, nou, wat gaat er nu op me afkomen? Wat zou de Heer nu van plan zijn in mijn leven?
En God was inderdaad iets van plan. Hij zei, wees sterk en moedig. En hij zei niet alleen wees sterk en moedig, maar hij gaf hem ook de beloftes. Hij zei, wees sterk en moedig, want elke plaats die uw voet zal betreedt, zal ik u geven. God gaf zijn belofte. En God geeft ook in het Nieuwe Testament, dan lezen we, ik zal met u zijn alle dagen van uw leven. Dat is een belofte die God heeft gegeven. Dus moed, dat is de ene plaats dat we moedig mogen zijn, maar God geeft in die moed zijn belofte dat we zullen standhouden, dat hij met ons zal zijn. Gods aanwezigheid belooft God aan Jozua. En hij zegt, zoals ik met Mozes ben geweest, Jozua, zo zal ik ook met jou zijn. En zegt de Bijbel ook. Ook in het Nieuwe Testament. Dan gaat de Heer Jezus, hij gaat naar de hemel. En dan zegt hij, maar ik zal jullie niet als wezen af achterlaten. Ik zal je de Heilige Geest zenden. De Heilige Geest zal jullie kracht geven. De Heilige Geest zal jullie woorden geven. De Heilige Geest zal tot jullie spreken. En zal jullie aangeven wat jullie moeten doen. Wauw. De zalving van God is uitgestort op ons leven, lieve mensen. De zalving van God wil ook jouw leven vullen met zijn heerlijkheid, met kracht, met aanwijzingen. Omdat je de woorden mag spreken die God in jouw mond heeft gelegd. Maar er is moed voor nodig om uit te stappen in geloof. Er is moed voor nodig om misschien naar voren te gaan en te zeggen, ik geloof dat God iets wil delen. Er is moed voor nodig om voor mensen te gaan bidden en te spreken in de naam van Jezus. Er is moed voor nodig om mensen mee te nemen naar het huis van God. Hier naar deze plaats. En te zeggen, hey, ken je Jezus nog niet? Ik ken een plaats waar je Jezus kan leren kennen. Kom naar de Levensbron in Zevenhuizen. Want daar is de tegenwoordigheid van God. Ik geloof, we zijn hier gekomen. Ik ben hier vanmorgen gekomen. Ik wil in Gods tegenwoordigheid zijn. Dat is deze plaats. En ik geloof, als we van de week, we gaan iedere avond samenkomen. En we gaan bidden en vasten. Dus iedere avond gaan we zijn in de tegenwoordigheid van God. Wauw. Dan is het niet van, nou, ik even kijken hoor, mijn agenda, ik kan 2-3 avondjes hooguit. Het gaat me lukken, verder niet. Nee, dan heb je een streep in je agenda gezet. Want ik wil iedere avond, wil ik in de tegenwoordigheid van God zijn. Je moet niet, je mag. Maar er is soms moed voor nodig om de wil van God in je leven te krijgen, te verkrijgen. En Jozua, hij werd bemoedigd. Hij werd bemoedigd. Hij had Gods getuigenis. Hij zei, kijk wat ik heb gedaan. Kijk eens hoe ver ik jullie heb gebracht. Kijk eens. En daardoor kon Jozua die man Gods worden. Zoals God het heeft bedoeld. Zijn toewijding. Zijn moed. En God was zijn karakter aan het vormen. Ik hoor wel eens als mensen iets moeilijk vinden. Ik wil het, ik kan het en ik doe het. Nou, ik wil het, dat is toewijding. Ik kan het, dat is moed. En dan moet je het ook nog gaan doen. En dat is je karakter. De discipline erachter zetten om het te doen. Maar je kan het ook anders zeggen. God, u wil het. God, u kan het. God, u doet het. Door mij heen. Gebruik mij. Gebruik mij. Weet u, er komen soms obstakels in ons leven, komen we tegen. Maar wat zo mooi is wat de Bijbel zegt, in de psalmen. Daar zegt David, met mijn God spring ik over de muur. Wauw. Obstakels vanuit de hemel gezien zijn maar ontzettend laag. Maar als wij voor zo'n muur staan, dan kunnen we eigenlijk er niet overheen kijken en denken, ja, hoe moet ik verder komen? Mijn dochters Lindsay en Jennifer, die hebben een paardje. En die vinden het leuk om af en toe met dat paardje te springen. En laatst hadden ze een heel springparcours hadden ze neergezet op de manege. En moesten over alle hindernissen heen springen. En er was ook een muur. En eerst zie je dat paard, en Lindsay zat erop, en die zie je zo langs de hindernissen lopen. Maar er kwam op een gegeven moment dat Lindsay die hindernissen moest gaan nemen met dat paard. En Lindsay die zit er dan op en die weet gewoon,
dat paard van ons, Arrow heet die kan springen. En die gaat over die muur heen. En ze neemt hem in galop. En ze vuurt hem aan. En dat paard springt met gemak over die muur. Die muur had twee keer zo hoog kunnen zijn, bij wijze van spreken. Hij springt er overheen. Maar het is de ruiter die bepaalt dat dat paard kan springen. Die ruiter die weet wat dat paard kan. Lindsay die weet wat Arrow kan. En daarom kan ze met hem springen. God weet wat wij kunnen. God weet wat wij kunnen. En hij wil als het ware onze ruiter zijn. Hij wil ons waar een bit in de mond leggen en zeggen, kom maar, spring maar met mij. Want ik zie de andere kant van die muur. Ik weet dat jij er overheen kan met mijn hulp. Maar vertrouw mij maar. En dat paard moet de ruiter vertrouwen. Maar wij moeten God vertrouwen om over muren heen te kunnen kijken. Om over muren heen te kunnen springen. Dat is wat God wil doen in onze levens. Maria had de moed om Jezus te zalven. Om alles te geven. Haar liefde, wat ze had. Om iets te laten zien, wat eigenlijk Jezus in zijn hele leven nog niet had gezien. Zoveel liefde, zoveel toewijding, zoveel passie. En oh, wat kreeg ze een commentaar van de discipelen. Maar Jezus zag haar hart. Jezus ziet ons hart aan. Jezus ziet of wij hem werkelijk lief hebben. Of hij werkelijk alles in ons leven is. En dan kom ik bij je karakter. En je karakter, dat zijn je stabiele eigenschappen die bepalen hoe je met dingen om kan gaan. Maria nam een pond zuivere nardesalf, staat er, van zeer grote waarde. En gooide die over het hoofd en over de voeten van Jezus, droogde zijn voeten met de haren af. En dan staat er, en het huis werd vervuld van de zalf. Wie gezalfd was, stond onder de leiding van God. In het Oude Testament werden priesters, koningen en profeten, ze werden gezalfd in hun bediening. Jezus werd eigenlijk door Maria erkend wie hij was. Door voor zijn lijden en sterven hem te zalven. Want Jezus is koning. Jezus is priester. Jezus is profeet. Jezus is de koning van u en mijn leven. Dat is die Jezus, de gezalfde Messias. En wij, ook wij mogen leven onder die zalving van hem. Hij is de Heilige Geest uitgestort, omdat we onder die zalving en in die liefde van hem blijven leven. Psalm 133 zegt, zie hoe goed en hoe liefelijk het is, als broeders eensgezind samenwonen. Het is als kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard van Aaron, en die neerdaalt op de zoon van zijn priesterkleed. Het is als dauw van de Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere zijn zegen en het leven tot in eeuwigheid. Ik geloof als we eenheid zijn, als we een eenheid vormen, als lichaam van Jezus Christus, dan wil God zijn zalving gaan geven. Daar waar eenheid is. Oh, wat is er snel verdeeldheid. Wat is er hij, zij, die, haar. Maar ik geloof daar waar eenheid is. Als je elkaar gaat zien als waardevol. Jij bent waardevol voor mij. Als die ander ook gaat zien als een liefdevol kind van Christus. Die net zo onvolmaakt is als dat jij onvolmaakt bent. Dan mogen we elkaar accepteren. Met al onze eigenaardigheden, met al onze tekortkomingen. Maar dan mogen we één doel hebben. En dat is dat we samen gepassioneerd zijn om de liefde van Jezus te delen. Daar waar eenheid is, daar gebiedt de Heer zijn zegen. En daarom willen we ook de komende week met elkaar als eenheid gaan bidden, gaan vasten, hem gaan zoeken. Omdat de zegen van God, dat zijn zalving van God, die zal neerdalen op ons allen. Dat we een nieuwe toewijding mogen maken aan hem. Ik geloof de beste offer
wat wij kunnen geven is onszelf. Ons leven mag een lofprijzing zijn tot eer en glorie van zijn grote naam. Een prachtige tekst staat in Hooglied 1, vers 12, daar staat: zolang de koning aan zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur. Vrij vertaald zou je ook kunnen zeggen: zolang Jezus bij zijn Vader in de hemel is, wil ik zijn heerlijkheid doorgeven. Wij zijn geroepen om de geur van Christus te verspreiden. Een geur van pure liefde, een geur van redding, een geur van vrijheid, een geur van genezing. De geur van Jezus. Welke geur draag jij met je mee? Welke geur wil jij verspreiden? Toen Jezus gezalfd werd in het huis van Simon de Melaatse. En die kruik volledig uitgegoten was over het lichaam van Jezus. Zijn lichaam was doordrenkt van de geur van de nardusmirre. Van de nardusolie. En ik denk dat die geur die is bij hem gebleven. In zijn lijden en in zijn sterven. Die geur die de liefde van Maria betoonde aan Jezus. Ik geloof als wij onszelf overgeven aan God. Dan wil God ons vullen met zijn Heilige Geest. Dan zal die geur van de Heilige Geest, de geur van de Heer Jezus Christus, die zal in ons zijn, die zal gezien worden, die zal geproefd worden, die zal gemerkt worden. Die zal gezien worden door de wereld om ons heen. Welke geur draag jij met je mee? Ben je werkelijk bereid om alles te geven? Zijn we bereid om ons toe te wijden en zeggen: Heer, hier ben ik. Heer, meer van u. Meer van uw liefde. Heer, vul mij opnieuw. Halleluja. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Zullen we een moment gewoon de ogen sluiten? Zullen we bidden? Trouwe Vader in de hemel. Ik ben u dankbaar, Heere, voor uw toewijding aan ons. Heer, dat we deze week, Heer, met elkaar mogen stilstaan, mogen nadenken over het waardevolle leven wat u heeft geleid voor ons. Heer, u ging rond op deze wereld om goed te doen. Heer, om mensen te genezen, om mensen vrij te zetten, om mensen te redden van de zonde en de dood. Heer, en ik dank u dat ook wij, Heer, zoals we hier zijn, dat we waardevol zijn in uw ogen. Heer, u heeft ons gewild en u heeft ons gemaakt. Heer, ik dank u dat u voor ons, voor mij, aan het kruis bent gegaan. Dat u al uw zonden op u heeft genomen. Dat u de plaats heeft ingenomen. De straf die ik verdiende, is op u neergekomen. Heer, we danken u, Heer, voor die waardevolle betekenis van het kruis. Waar u redding bracht. Waar u bevrijding bracht. En waar u genezing bracht. Vader, we willen ons deze morgen, willen wij ons toewijden aan u. Heer, we willen zeggen: Heer, hier zijn wij. Heer, hier ben ik. Heer, we willen komen, Heer, voor uw aangezicht. En zeggen: Heer, vul mij met uw liefde. Want ik wil mij toewijden aan u. En ik wil vragen, misschien gewoon terwijl alle ogen gesloten zijn. Als je hier vanmorgen bent en je hebt iets geproefd, iets ervaren van de tegenwoordigheid van God, van zijn liefde voor jou, maar je kent die Jezus nog niet. Nog niet persoonlijk. Dan wil ik vanmorgen tegen je zeggen: je mag hem gaan leren kennen. Je mag hem gaan leren kennen
Zoals Maria Jezus heeft leren kennen door aan zijn voeten te gaan zitten. Ze is onderwezen door Jezus, ze heeft zijn woorden gehoord. Ze heeft zijn liefde gezien. Ze heeft gezien wie hij werkelijk was. En als jij hier bent en je kende Jezus nog niet, maar je wil hem vanmorgen leren kennen, dan ben je hier op de goede plaats, want hij kent jou al. Maar als jij hem nog niet kent, en je wil hem leren kennen, dan heb Jezus één verlangen om met jou op stap te gaan. Om met jou verder te gaan. En als jij hier vanmorgen bent en je zegt, ja, Heer Jezus, ik wil u leren kennen. Ik ken u eigenlijk nog niet persoonlijk. Steek er gewoon een moment je hand op, je hoeft niet naar voren te komen. Maar dan wil ik voor je bidden. Dat je de Heer Jezus mag leren kennen. Zijn die mensen die zeggen, ja, ik ken Jezus niet en ik wil Jezus leren kennen in mijn leven. Zijn die mensen vanmorgen, mag ik dan je hand zien? Zijn die mensen die Jezus willen leren kennen? Halleluja. Dank u, Jezus. Glorie voor de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Vader, ik dank u, Heere, dat u in ons leven bent gekomen. Ik dank u, Heer, dat ons leven aan u mogen geven en aan u mogen toevertrouwen. Misschien ben je hier vanmorgen en je zegt, ja, ook ik leid een leven, het is allemaal zo druk. En ik moet toegeven, ik besteed misschien zo weinig tijd aan het leven met Jezus, aan mijn leven met hem, terwijl ik ten diepste weet wat hij voor mij heeft gedaan. En misschien heb je het nodig om een nieuwe toewijding te maken en te zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik opnieuw. Heer, ik wil mijn leven volledig in uw handen geven. Heer, ik wil met u verder op weg gaan. Ik wil u nog beter leren kennen. Heer, ik wil een waardevol leven met u gaan leiden. Ga er gewoon een moment staan. Je zegt, Heer, hier ben ik. Ik wil mijn leven toewijden volledig aan u. Heer, want het is soms even mijn leur in mijn leven. Ga er gewoon een moment staan. Zeg, Heer, hier ben ik. Ik wil mijn leven opnieuw aan u toewijden. Ik wil mijn leven opnieuw aan u geven. Heer, er is een periode geweest in mijn leven. Dat ik het moeilijk had. Misschien even van u verder van u van weggekomen te staan. Maar Heer, ik wil nu het besluit nemen. Om u opnieuw te volgen. Opnieuw met u, Heer, verder door het leven te gaan. Halleluja. Halleluja. Jezus. Als jij je wilt toewijden. Vraag het gewoon nog één keer. Ga dan staan en zeg, Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. En ik sta al. Anders was ik ook echt gaan staan op dit moment. Want ik geloof, Heer, ik heb u gewoon nodig. Heer, ik ben soms ook druk met allerlei zaken. Er komen soms zoveel dingen op me af. Die me afleiden van u. Maar Heer, ik wil tegen u zeggen op dit moment, Heer, hier ben ik opnieuw. Ik wil me toewijden aan u. Ik wil mijn leven geven aan u. Ik wil al mijn dagen geven aan u. Heer, ik wil mijn tijd geven aan u. Heer, want u bent waardevol in mijn leven. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Vader, ik dank u, Heere, dat we hier zo voor uw aangezicht mogen staan. Voor degene die zijn gaan staan. Tegen u mogen zeggen, Heer, hier zijn wij. Als levend offer, Heer. Heer, hier zijn wij, Heere. Als gereedschap in uw handen. Heer, gebruik ons. Gebruik mij. Zegen mij. Leid mij. Door de kracht van uw Heilige Geest. Vader, sluit mijn ogen, Heer, voor de dingen. Waar ik beter niet naar kan kijken. Die misschien aandacht op mij proberen te vestigen, maar die niet van u zijn. Heer, we willen ons onderwerpen aan u. En willen onszelf geven, Heer, in uw handen. Heer, dank u wel ook voor elkaar. Dat we elkaar mogen bemoedigen, dat we elkaar mogen bekrachtigen. Heer, dat we elkaar mogen zegenen in uw wonderbaarlijke naam.
Dat we ook deze week, Heer, een week mogen hebben. Waarin u zal gaan spreken. Waarin u antwoorden zal gaan geven. Waarin u doorbraken zal gaan geven, Vader, tot eer en glorie van uw naam. Heer, we zien uit, Vader, wat u wil gaan doen. Halleluja. Heer, zo zegen ik in ieder. In de wonderbaarlijke naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen.